OTM gaat gewoon even een spits sessie zetten in deze vlog. Super vet. Right, analysis is op. En de nieuwe vlog begint. Yo mensen, vet dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb een nieuwe camera. Ik kan naar dat hoe noem je dat? Naar dat schermpje kijken, maar ik moet naar die lens kijken. Goed zo. Dus man. Jij ook. Hallo lens. Zeg maar lens. Hallo, zeg lens. Maar hallo lens. Hallo lens. Hallo lens. Hallo lens. En we zijn met Bas natuurlijk. Met mij. Sowieso. Hallo. Bas in de building. En? Met Pretty V. Ja, dat zijn ook. Met Pretty V. Tuurlijk, dat ook. Vergeet dat en met de woest. Straks komen de andere mensen. Wordt gekke shit. En Xuli. Dus ik ben zeker weten, samen met Daan. Zeg maar, fucken. Fucken. Lekker bezig. En Bas, ik weet niet wat Bas allemaal aan het doen is. Ah, ik ben op de telefoon aan het kijken naar de openingstijden van de Primera, maar het blijkt dat hij op zondag dicht. Ik kwam er aan en ik hoorde van Bas dat de Primera dicht was. Dat was een heel ding, weet je, want iedereen denkt, oh shit, de Primera is dicht, nu gaan we allemaal dood. Dat was echt niet leuk. Nee. Dat is echt niet leuk, mensen. Maar we gaan dan even naar de Jumbo, denk ik dan maar. Ja. Gaan we daar even wat halen, toch? Ja. Even kijken bij de Jumbo, weet je. Ik loop naar de Jumbo om iets te halen voor iemand, weet je. Dat doe ik gewoon, ik ben aardig. Sowieso. Sowieso, sowieso. We gaan naar de Jumbo. Maar we gaan even, ja, ik ga even wat halen. Dus ik zie jullie zo weer. Gingen we proberen serieus iets te melden. Het ging allemaal een beetje minder dan verwacht. Samen met Daan. Yo mensen. Daar zijn we dan. Sowieso met Daan. Yo. Sowieso. En je moet niet daar naartoe kijken, man. Naar dat schermpje. Je moet naar die lens kijken. Oké. Okay. Maar we zijn, we gaan even de garage in. En dat komt omdat wij een soort van, we willen even melden dat de Cast of Fame, dat er ook weer aankomt. Ja, man. Want we moeten even meer mensen op die kast hebben. Ik vind het best wel leuk dat zeg maar fans van mij op de kast staan, weet je wel. Heb jij nog wat te zeggen of niet? Ja, die Cast of Fame moet... Ja, jullie hoorden het goed, mensen. Hij noemde het de Cast of Fame. What the fuck? Er moet sowieso meer mensen op komen, man. Ja, wel, man. Ja, sowieso. Lijpe shit. Het heet geen Cast of Fame, man. Het heet Cast of Fame. Ja, poedie. We zijn in de trappengat of hoe je dat ook noemt. De trappengat, toch? Het trappenhuis. En iedereen was gewoon weg. Woes. Verdwenen. Gewoon uit de aardbodem. Zijn die mensen allemaal weg? Ja, nu zijn ze naar Den Haag. Oh, oké. Okay, nou. Oké, okay, dan zijn ze in de... Ja, ze gaan naar Den Haag en dan... En dan Zoetermeer. What the fuck? Waarom? Dan kan je toch beter naar Zoetermeer gaan en dan naar Den Haag? Ja, dat kan maar, ja. Beetje rare mensen, man. Maar Martijn komt straks en Louise had ook al geappt, maar ik weet niet of zij komen, maar dat boeit me echt geen flikker, toch? Ik niet. Zeg eens iets grappigs gewoon even. Ja, wat? Zeg wat? Maar Lulu. 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 Nee. Fucking nou, eerlijk. Oh. Dit is gewoon hard. Martijn kwam ook even in de vlog, dat was super leuk natuurlijk, hartstikke leuk en gezellig, je weet het zelf. Zeker weten, we zijn samen met Martijn en weet je, wat gaan we nu doen? Ook mij gebeld. Door wie? Door Lucas. Even Lucas terugbellen hoor. Super grappig natuurlijk, want Lucas neemt gewoon niet op. Hij denkt, fuck Martijn. En ik ga weg of zo denkt hij. Ik weet niet wat het is. Maar... En wilt Martijn nog wat zeggen tegen de... Nee. De camera? Nee. Martijn zei vervolgens helemaal niks meer. Fuck, sorry. Dat was echt gewoon kut. Dat voelde zo kut gewoon. Ja, mensen. Daar zijn we dan bij de plus. Louise en nog een paar mensen die gingen dus naar de plus toe. En wij bleven hier zitten. Heb je nog wat te melden, Martijn? Of denk je van, ik zeg even niks? Op wat? Oh, op dit. Sorry, wat op, zei je? Op dit programma. Oh! RTL. Ja. Hey, RTL, jongen. Hey, pakken. Hey, wat wil je nog wat zeggen? Arthur, maar jij ook echt een kauwgompje nodig. Arthur. Echt die stil. Ja. Jongens, wat vinden jullie nou van deze nieuwe camera? Zeg het even in de beschrijving. Daar zo, man. Nee. Daar? Nee, blijf filmen. Ja. Hieronder, dus onder de video. Oké, okay, dus daar. Ja. Oké. Okay. En hoe camera steken? Hou je grote kutbek. Hou je grote kutbek, dit. Oké, ik ga aan de poets, okay. Hou je grote kutkop. Dit was de terugweg naar huis en ik moest vloggen en
ja, ik had gewoon zin om te vloggen, dus dat deed ik toen ook gewoon, weet je, boeien. Nou mensen, loop ik dan nu naar huis toe, supergoed natuurlijk. Want je moet wel op tijd zijn jongens, op tijd zijn is hartstikke handig natuurlijk, dat is beter. Maar mensen, ik ga nu naar huis toe en dan zijn er neefs en nichtjes en zo. Wordt wel gezellig sowieso. En ik kijk of ik het kan filmen, weet je. Als ik het niet kan filmen, dan doe ik dat ook gewoon niet. Maar als ik wel even kan filmen, dan doe ik dat sowieso wel even. Ik was net klaar met eten en mijn neefs en nichtjes waren weg. En ik dacht, yes, even lekker chillen. Ja toch, dat moet toch gewoon gebeuren. Nou mensen, daar ben ik dan in mijn kamer. Het is een beetje raar, want ik heb natuurlijk een lampje heb ik. En dat is natuurlijk een beetje heel raar. Maar jongens, het is donker en dat betekent dat het dus al avond is. En ik zat zo te denken van, hey, mijn neefs en nichtjes zijn weg. Wat ga ik nu doen? Inderdaad, ik ga proberen om iemand te connecten om te gaan chillen. Dat is ook hartstikke leuk. Ik moet even scherp stellen op een of andere manier. Maar ik weet even niet hoe ik dat het best kan doen natuurlijk. Nou, en dus dan weet je wat we gaan doen. We gaan gewoon kijken wat er in de avond allemaal gebeurt. En jullie gaan zeker mee. En dus ja, ik zie jullie zo. Ja, Vince die moest schijnen met een lichtje en in het begin ging het fout en daarna deed hij het best wel goed eigenlijk. Oké mensen, we zijn chilling buiten samen met Vince. Maar Vince is even aan het schijnen met zijn mobiel. Dat is toch leuk man, er is de hele tijd iemand bij je. Je hoeft niet in te lopen gast. Dat no, die in mijn hoofd is op het pad. Ja, oké, okay, rustig. Ja, ja, doe maar. Ja, sorry. Ik vind het gewoon de schijner van Pritvi. Zo wordt hij ook wel genoemd. En sinds vandaag. Gisteren. Oh ja. Oké. Okay. Maar ja, we zien jullie zo weer. Vette chillings. Je weet het zelf. Doei. Dus kijk, dat is een shiner. OTM gaat gewoon even een spits sessie zetten in deze vlog. Super vet. Het was super mooi, dankjewel OTM. Hartstikke fijn. En check even OTM in de beschrijving. OTM is zo, ik ga niet veel praten. Binnenkort enge dingen. Met snel met deze boys. Sowieso, volg me op Insta, OTM50. Hou me YouTube in de gaten. OTM Music. Komen enge dingen aan. Ik ga een kleine sessie voor jullie doen. Kleine spitsessie, ik ga niet veel praten, man. Velen zijn de weg kwijt. En als het is op wijd, het kan zijn dat hij zonder TomTom over de grens rijdt. Dacht de volgende logisch dat hij wegrijdt. We kunnen racen als we op de weg rijden. We kunnen op de stoep, maar ook op de weg rijden. We leven wat we echt schrijven. Moet mijn hoofd liggen, maar het liefst wil ik wegblijven. Maar ook op mijn weg blijven. Rappers schrijven veel, maar weinig die nu echt lijken. SO namen strijders die me echt lijken. Ah, sowieso boys, veel liefde naar iedereen die me steunt. En zo naar iedereen, volg me gewoon op Insta, OTM50. Ga niet veel praten, man. Er komen enge dingen online. Sowieso boys. Ja, toch. Ik en Vince stonden bij een paar, bij de Jumbo. En we dachten, weet je wat, we gaan gewoon een beetje vloggen en we zien wel wat er gebeurt. Nou, dit gebeurt er als je dat doet, zeg maar. Als je ons laat filmen naast een Jumbo. Yo mensen, daar zijn we dan. Ja. Sowieso. We zijn bij de winkels natuurlijk. Super mooi bij de Jumbo. Ik kan het wel even filmen. Daar is de Jumbo. Super cool natuurlijk. En wat gaan we nu doen? Ja, ik weet niet wat jij wil, Holst. Is goed. Gaan we kijken sowieso. Wel mooi man, eerlijk. Yo man, het is nu 1 uur 's nachts jongens. Het is echt niet normaal. Wat ik allemaal voor jullie over heb, hè, dat is gewoon echt niet normaal. Echt. Shit man. Kom we gaan. En het was weer ochtend, super vet natuurlijk. Ochtend is natuurlijk hartstikke leuk. Voor mij niet, want je ziet hoe verkrekt ik er gewoon uitzie. Nou mensen, het is weer ochtend. Mijn vader en moeder zijn al op werk en ik ga naar school. En mijn broer is nu lekker aan het slapen, dus daar moet je een beetje stil bij zijn natuurlijk. En ik ga gewoon naar school. En ik kijk of ik nog een stukje kan filmen. Maar dat lijkt me niet natuurlijk, ik weet het niet mensen. Dus dan zie ik jullie zo. Ik was bij Centrum West en ik wou afsluiten, dus dat deed ik ook. Oké, mensen, dat wordt weer naar school gaan, man. Ik ben net wakker en ik moet nu de tram gaan halen. Dit is ook gewoon de outro van de video natuurlijk. Dat begrijp je natuurlijk wel, natuurlijk. Maar ik ga nu naar de tram toe, dat is daar tegenover. En dan zie ik jullie wel weer. Want dan moet ik een nieuwe video maken, dus dat is wel grappig, want ik ben een harde werker, je weet. Maar oké, we gaan... tram pakken en we gaan gelijk naar school. En dan ga ik gelijk een soort van school filmen, weet je, dat is wel grappig. Let's go!